Good morning! Leuk je kijkt naar weer een nieuwe Amerika vlog. Vandaag gaan we uit deze schattige Airbnb. Als ik eerlijk ben, vind ik het niet heel erg. Superleuke Airbnb. Alles is vet goed geregeld. Maar we slapen hier op een of andere manier heel erg slecht. Ja, we hebben best wel gewoon, ja, zie ik zitten op bed even te spelen, te gamen. Maar hier zo in het midden zit zeg maar een soort van kuil. En dan rollen we iedere keer zo in. Maar ja, oké. Dat vind ik nog niet zo super erg. Maar waar ik helemaal gek van word, het is echt super bizar. Maar er zit een vrouw. En ik weet niet waar ze is. Ik heb nog niet gekeken. Laat ik het voor de lol eens doen. Misschien schrik ik me zo dood. Maar er zit hier iemand. Iedere keer te kotsen of zo. Ja, misschien is ze inderdaad ernstig ziek, maar dat is super lullig om dan te zeggen. Maar ik kan er niet zo goed door slapen. En nu voel ik me echt heel onaardig. Door jou. Ik wilde dan ook eerst de oude dag, ja, precies zo ernstig ziek of zo. Weet ik veel, dat van ja, mijn medicatie. Ja, you never know, maar het is voor die vrouw dan 30 miljoen keer erger en vervelender. Dat begrijp ik echt wel. Wat zei je? Maar voor ons ook deze twee dagen. Ja, maar in ieder geval hier hoor je nou de hele tijd ook gewoon sirenes en heel veel auto's en getuter en heel vaak in de avond. Maar ja, kan ook gebeuren dat ook gewoon een beetje downtown LA. Dat is ook wel de reden dat wij downtown niet zo heel erg leuk vinden eigenlijk, denk ik. Nee hè? Maar ja, waar we nu naartoe gaan is super vet. We hebben namelijk onze eigen poolhouse in Long Beach. Dus we gaan nu koffertjes inpakken. Ik was al een beetje aan het kijken wat ik aanging vandaag, maar dat weet ik nog even niet. Ik weet het weer ook helemaal niet. Gisteren warm. Ja, sowieso warm. Maar gisteren was het echt nee. Oh, dit is jouw telefoon. Oké, we waren dus daar en nu gaan we weer helemaal naar het zuiden. En dat betekent dat we weer best... Oh, hij zoomt in. En we gaan dus weer richting het strand. Kijk, gisteren zaten we tussen die gebouwen in een rooftop bar. Een beetje de zuidas van L.A. Beetje de zuidas van L.A. zeg Zico. Dat klopt, Zico. Goed zo, Zico. Knappie. En nu zijn we dus aan het rijden. En hopelijk mogen we eerder in de Airbnb. En dat zou wel chill zijn, want we gaan vandaag dus naar onze poolhouse. En dat is wel heel erg leuk. Oh ja, we willen ook nog heel veel langs de supermarkt gaan trouwens. Dus als we een supermarkt tegenkomen, dan gaan we eventjes daar naartoe. Want we willen even wat lekkere dingetjes halen. En nog wat meer voor een snack video. Want we hebben bij Target niet alles gehaald. Ik ben trouwens helemaal vergeten om te vertellen wat ik van Target vind. Ik heb het trouwens een beetje koud, Rief. Ja, Target, ik vond het wel oké hoor. Maar de eerste supermarkt waar we waren geweest om onze roadtrip hadden gestart. En ik denk dat dat toch... Was het dag 5, lieverd? Zeg je? Dag 5, die eerste supermarkt waar we in zijn geweest, dat vond ik namelijk de leukste supermarkt. Want die had namelijk 20 verschillende soorten pindakaas en niet alles in voordeelverpakking en groot en zo. Target was Whole Foods, vond ik ook leuk. Daar waren we in Walnut Creek, maar die was heel duur. Echt heel duur. Dus als we nu naar een winkel gaan, gaan we niet naar Target. Ik wil namelijk ook trouwens voor Leonie, voor het YouTube kanaal All About Leonie, wilde ik voor haar serie Hebben of Haten Target make-up kopen. Want dat leek me wel grappig. Maar Target heeft geen eigen huismerk make-up. Alleen maar merken. Dus dat is ook jammer. Dus ik ga gewoon op zoek een andere supermarkt voor haar. En eigenlijk is het plan ook vandaag om gewoon lekker bij de poolhouse te blijven. Chillen, spelletjes doen. Uitrusten, whatever. Gewoon leuk. Ja, morgen een lange rit, hè? Morgen een lange rit. Morgen hebben we namelijk een lange rit. Want morgen gaan we naar Joshua Tree National Park. En dat wordt zo vet. En ik moet nog een beetje voorwerken, omdat ik daar waarschijnlijk geen internet ga hebben. Dus dat is een beetje de planning van vandaag. Super veel zin in. Oké, we zijn in onze straat bijna. Super leuk weer hier. Is dit het? Nee, toch? Moet om de hoek nog. Dat is het. Ja. Je ziet alleen maar bomen. Dat op de hoek. Ja. Oh, leuk. Leuk. We zijn er dus. We kunnen er nog niet in. Maar ja, we hebben het in ieder geval gevonden. En nu gaan we even op zoek, denk ik, naar een supermarkt. Of even kijken of we even een tussentijd gaan doen. Een beetje ontdekken waar we een beetje zitten. Dat is leuk. Waar is een supermarkt? Nou, een optie in de buurt is een Ortgate Gonzales Markets op Pacific AV. Laat maar weten als je de hele lijst wilt horen. Hoor.
Zullen we gewoon naar die? La Familia Ranch. Nou, moest hij naar links. Jammer. Naar rechts. Echt zo leuk, deze straten. Oké, dichtstbijzijnde supermarkt is toch Target. We waren net bij een andere, maar dat was echt zo'n hele kleine supermarkt. En ja, dan hebben ze waarschijnlijk niet zoveel. Maar dus weer naar Target. Maar het is een andere. En groter. Hij oogt groter. Oké, dat is wel handig van Target. Ze hebben allemaal dingetjes. Ik heb gisteren dus lopen lezen. Ze hebben allemaal dingetjes. Ja, top ermee. Ik had gisteren dus lopen lezen en dat was echt... Lopen lezen of zitten lezen? Zitten liggen lezen. Okay. En dat was heel fan. Dus nu zag ik een hoedje voor $5. Dus die heb ik meegenomen. Een balletje voor $1 en zo'n drink floaty voor $1. Gewoon voor de lol. Aha. Corona voor jou halen, schat. En Pampers. Nee, die hebben we nog niet nodig. Dit is een food baby. Als supermarkt vind ik Target dus niet leuk. Maar ik vind dat ze echt... Oh, mooie poef. Echt dat ze hele mooie dingen hebben. Voor home decor. Echt waar. Deze mand is ook vet leuk. Helemaal gezellig. Kijk, iets wat we sowieso hebben is goldfish. Ik heb nog nooit gegeten. Maar dit is alweer gangpad 3. Waarin er zoveel ruimte is voor goldfish. Dus het zal wel heel goed zijn. Oh, dit had ik voor grote tijd. Oh, yoghurt raisin. Hè? Huh? Oh, waarom loop je weg? Cheddar cheese balls. Ik ook peanut butter. Nee, pizza hebben we al gehad. Die vond je niet lekker. Nee, cheeseburger vond je niet lekker. Hier, deze zou je echt niet lekker vinden. Augurk. Hawaiian crispy golden rings. Of sweet and spicy barbecue flavor. Oh. Oké, ik moet nu keuzes gaan maken. Hey. Hey. Oh, chocolate flavored. Ja, ik heb mijn eigen brand. Oh ja. Perfect voor deze. Pineapple. Ik moet wel. Ja, de normale staat er niet tussen. Nee. Maar we moeten hem eigenlijk wel meenemen om te proeven. Ja. Oh ja. Ja. En Ziek en ik lusten eigenlijk geen chocola. Dus we hebben ook niet zo heel veel chocola dingetjes meegenomen. Wel M&M's in karamelsmaak. Die zijn daar ergens. Maar ja, verder slaan we dit gangpad een beetje over. Oké, wat we ook mee willen nemen zijn flakes. Maar welke? Oké, we nemen geen flakes, omdat Zico wil flakes die ik niet lekker vind. En we gaan niet een heel pak kopen en het alleen voor die video gebruiken en naar de weg gooien. Dus die doen we gewoon niet. Maar Zico die heeft wel Fruit Loops, want die vond hij lekker. Die had hij bij Damien ook al geprobeerd. En ik vond ze echt vies, dus dan gaan we die niet in een grote verpakking kopen om te proberen. Maar dan heeft hij die gewoon als ontbijt. Oké, we zijn nu bij de diepvries en kijk wat ze hebben. Loaded Doritos en hier hebben ze Mac Cheetos, Mac and Cheese Snacks. Holy F. Oh ja, en die pizza buns, die lijkt ons best wel lekker gewoon. Ze hebben spinach artichoke, dus spinazie en artichoke. Pepperoni, Italiaanse stijl, supreme, 5 kazen. White Castle burgers, moet er ook nog één. Oh, daar moest er ook nog één volgens Damien, inderdaad. Oké. Ik wil dit zo graag. Maar je kan het dus in de oven, de magnetron of in de frituur doen. Maar ik denk dat als je het in de magnetron doet, want we hebben een magnetron, dat het niet zo heel lekker is. Dus ik ga ze niet meenemen. Maar oh my god. Oké, deze food truck stond bij Target. Dus we gaan even lekker een taco eten. Oké. We gingen dus naar de Target voor de meeste boodschapjes. Toen zijn we, omdat er geen drank was, naar een liquor store geweest voor coronatjes voor Zico. En toen kwamen we aan bij onze Airbnb, konden we er nog steeds niet in. En toen hadden we zoiets van ja, eigenlijk willen we lekkere snackjes en dingetjes gaan halen voor vanavond. En dat hebben ze ook niet echt bij Target. Dus echt bijvoorbeeld kaasjes en crackertjes. Ja, crackertjes hebben ze wel, maar echt lekkere kaasjes niet. Dus we zijn nu bij Whole Foods. Dat is best wel een dure winkel, maar heel goed. En dan hopelijk, hoe laat is het nu? Ja, daarna kunnen we erin. Dus over 3 kwartier kunnen we erin, zeg maar. En het is alweer een kwartiertje rijden en komt goed. De winkel is nog niet open. Pas over 2 dagen gaat de winkel open. Shit! Oké, het lekkerste van Whole Foods ziet er misschien het smerigst uit. Maar ik heb net verse peanut butter, zeg maar, gemaakt. En die is zo ziek lekker. Oké, we lopen allebei als een kip zonder kop door Whole Foods heen. Want we zijn op zoek naar dipjes. Oftewel, hoe ziek we het wel noemen, smeersels. jij hebt wat gevonden? Nee. Ik ook niet. Let's go, verder. Kijk nou wat ik vind. Gewoon allemaal van die sticks. Die gebruiken ze zo vaak in tasty filmpjes. Allemaal gewoon sticks of cheese. En hier, kijk wat ze verkopen. Dat is echt gewoon iets wat ik wil hebben in mijn leven. Gewoon blauwe kaas, gecrumbled blauwe kaas. Ze hebben hier zoveel wat ik wil. Jongens, we zijn bij onze poolhouse. En dit is het uitzicht vanuit onze slaapkamer. En eigenlijk is het een soort van studio, dus
Wauw, dit is zo leuk. Oh my god. Dit is wel echt, echt heel erg leuk. Oké, ik heb nu deze leopard bikini aan en ik ga het water in. Ik hoor Zico al. Deze is van AliExpress. Inspirerspul, boek, telefoon. Kijk, dit hebben we ervan gemaakt. Kaasjes en jam, crackers en chips. Ja, en ik heb een wijntje en die is van de wijnproeverij van de tweede vlog. Of derde vlog. Derde vlog. Oké, we zijn even verplaatst, want we zaten net daar zo. Maar het is nu schaduw, dus we zijn nu hier gaan zitten. Oké, het is zoveel later inmiddels, maar we hebben Canadese vrienden gemaakt. We lopen de hele tijd hier in het water in de hot tub te zitten met z'n allen. En we hebben heel veel snacks gehad en nu zijn we een pizza aan het bestellen. Toch, zie ik? Ja, proberen toch. Proberen, ja. Wat heel erg lekker is. Heel chill. Are you okay? Ja. Yeah. Oké, je ziet het bijna niet, maar dit is een pizza. Oh, je ziet het zo. Ik heb pasta en de meiden hebben ook nog pizza. Nice. Oké, het is 10 uur geweest, alle lichten zijn uit. En nu hebben we alle spullen in onze hand. En we hebben op onze kop gehad ook al, ja. Dus nu gaan we terug naar de poolhouse. Oké, ik heb eventjes gedoucht en ik ga nu editen en daarna slapen. Zico ligt al in bed. Morgen weer een nieuwe vlog, dat we dus naar de desert gaan. Super vet, het is best wel een eindje rijden. Maar ik denk dat het zo vet gaat zijn in een RV, midden in de desert met helemaal niks. We hebben ook echt de coördinaten nu pas gekregen, dus we weten nu pas waar we naartoe moeten. Maar niet echt een adres, maar coördinaten. Hoe stoer is dat? Ja, chill.